mensen, super dat jullie kijken naar een nieuwe video hier mijn kanaal Mindsmack. En vandaag in deze video ga ik een keertje reageren op Beyond Scarlet Strait. Mocht je niet weten wat het is, het is volgens mij een soort van tv-programma waarop dat kinderen naar een gevangenis gestuurd worden omdat ze dingen gedaan hebben die of dat eigenlijk niet echt kunnen, zoals criminele dingen. Of gewoon simpele dingen zoals respectloos zijn tegen ouders of zo. Mij leek het een leuk idee om daarop te gaan reageren. Dus maak dat duimpje eventjes blauw en dan gaan we beginnen. I've been coming in and out of this place since I was 18. My number is 11. Wow. Oké, deze gast. Dat is dus een gevangene, 44 jaar. Is veroordeeld voor 8 maanden gevangenisstraf en zit daar al sinds zijn 18e of zo. 10230-1119. This is my house. I was 18 years old. Instead of graduating high school, I was fighting a case getting ready to go to the penitentiary. I did everything. Sold drugs. I sold guns. Oké, dit is alles. Hij geeft er een paar voorbeelden zoals drugs en Dat laatste kon ik niet echt goed verstaan of zo, maar ja. En gangbangers. How many of y'all gangbangers? Oké, en hij zat in een groep of zo, geen idee. You want me to tell you what gangbang get you? See that little black hole right there? They call bullet holes. Sure. That's what gangbanging gets you. Gangbanging gets you right here. Ooh, hij belt. What you got? You like to fight? So I 16, yo. Do you? I like to fight. You wanna fight me? What's so damn funny? Nothing's funny. Huh? What you laughing at then? Huh? Something is real funny to you. Oké, komt er ook echt zo'n agent naar hem toe, die pakt hem in zijn nek van en brengt hem naar de gevangenis toe, omdat hij had zeg maar zo'n bordje waarop dat op stond al right to fight. Oké. You wanna fight? Here he is, right there. You wanna fight? Swing. Come on, fighter. You want somebody small? Come on, fighter. Zo, die agent die gaat hem ook nog een beetje lopen pushen van ga vechten dan. Fighter? Give me the short dude, come here. There you go, he's your size. I ain't my size. He's just taller. Komt ook nog even eentje naar hem toe, genaamd Brian, 36 jaar. False indication, dus valse identiteit denk ik dat het is. En Grand Theft Auto, dus iets met gestolen voertuigen. How is you? No, he's not. What are you judging it on? It's a lot bigger. What are you judging it on? I ain't judging on no one. Wake up! Sit right here. What's up? You like to fight, homie? That's what you like to do, huh? You little bitch. You's a bitch, homie. You's a pop tart. I see right through you, homie. My number is 1103. Oké. Deze man die zit dus nog te wachten op zijn straf. Voor wel lang dat hij daar de bak in moet of zo. 301808. I want these kids to know right now they got a chance. Y'all is glossy. Y'all is glossy, homie. You's a pop tart. You sweet in the middle, homie. You soft. Yes, you is. Get your ass up. Get your ass up. Get over there in the corner. Fight me. Oké, hij moet ook echt de hoek in. Die gevangene gaat ook gewoon zeggen, kom fight me. Dus ik ben echt benieuwd of die ook echt gaat vechten. Ik denk het niet, want het zijn gevangenen, dus Line it up. Wordt een eentje een beetje bang. You gonna respect me up in here. Y'all gonna all respect me. I want all y'all eyes on me. All y'all. Look at y'all, man. Y'all got parents out there caring for y'all, bring y'all here to save y'all life. Look at me, bro. You think this is a game? 15. We. This ain't no game. You a gang member. You ain't no gang member. You's a loser. You's a loser. Say it. Say I'm a loser. Who you think you are? Get your ass up. Go that way. Go over here in the corner, bro. Hij wordt ook gewoon door de gevangenen in een hoekje gezet, You sit in the corner next to him. Cause this is where y'all gonna be at.
When y'all come to jail, ain't no privacy. You next to somebody else. Dealing with your problems next to somebody else. You come sit over here, bro. I know you ain't saying you like to fight with that green though here. Pop-Tart, you got the decorations just like the Pop-Tarts. You Pop-Tarted out, you think you hard? Okay. Man, I will dog walk your ass all around here. When you come to jail, it ain't just the deputies that discipline you, we discipline you too. You f***ed up some f*** for me, you getting dealt with. You feel me? F*** is real, man. F*** is hell up in here, man. And y'all, this is y'all on y'all way to this right now. Oké, ja, dat was het. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Mocht je dat gedaan hebben, dan waardeer ik het zeker als je even een duimpje omhoog doet. Kunnen wij misschien voor de 5 likes gaan. Zou ik waarderen. En mocht je nieuw zijn, abonneer dan zeker eventjes hier beneden. En ja, dan hoop ik jullie bij de volgende video terug te zien. Doei doei.